Vlaar. Voorbij aan Pedersen. Vlaar. Goede kapbeweging. En het schot van Vlaar gaat binnen. Ron Vlaar in de blessuretijd van de wedstrijd. Dit moet toch goed zijn voor de 3 punten voor Feyenoord. En hij juicht weer ouderwets op de traditionele manier. Hij zal de pest in hebben gehad na de 2-2, waarin hij zich liet verschalken door Granqvist. Maar dit doet hij voortreffelijk. Lastige stuit voor Luciano. Feyenoord op een 3-2 voorsprong door een weergeloze actie van Vlaar.